Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. De tweede rijdag alweer. Ja, en we gaan waarschijnlijk weer de Volvo Express weer opstoken. Even de veiligheden testen. En weer op de juiste druk zetten. En ja, dan gaan we daar maar mee naar kijken. Jongens, we zijn hier met Tobias Machinist, TCM. En hij is even de lok aan het smeren. Moet ook gebeuren. Ja. Er zijn leuke dingen van de trein en er zijn wat minder leuke dingen. Kan weer als smeren, dat is een klote. Ja, omdat hij moet bukken. Ja. Met de andere batterie voor maar. We moeten hem nog even doen. Ja, jongens, vandaag de tweede rijdag van het jaar. En voor het eerst gaat Tobias weer eens met de stormvogel rijden. He, eindelijk hebben we een keer helemaal scherpe beelden. Ik wil ook even de andere kant filmen, nog. Ja hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we komen weer even een nice warming spot in de rondrijd. Hij is niet helemaal opgeladen, hè, die slak. Ja, maar ik bedoel, je ging hem toch opladen? Of niet? Tobias. Ja, waarom me voor? Ik heb toch helemaal opgeladen. Nee, hij is maar. Dit is voor de machine, hè? Oh, leuk. Maar hij is maar net. Hij is maar net, hoe heet dat? Voor de. Hij is maar net. Ik heet toch makkelijk nog mee rijden, jongen. Hij is maar net boven de 24. Oh, hoe is dat? Oh, ik dacht dat hij 32 moest zijn. Joh, als je er vol zat te zitten, kan ik er. Kijk, als je de deel pokken, denk ik dat je voor mijn kop houdt. Ja, ik moet toch filmen? Ja, dan waar mijn speerpunten zitten. Filmen. Die waren ze. Mooi. Dan gaan we vanaf Rotterdam lopen af en gaan wij al naar Rotterdam en naar Bord. Een week van tevoren. Oké, komt het ritje. Oké. Vrijdag 13. Ja, jongens, het eerste vuurtje van de vogel voor dit jaar. Gaat erin. Met die rottetje om. Nou jongens, ik heb mijn aanjager eraf. Net 2 bar op de klok. Ja, en zo gaan we weer door. Kijk eens wat, hè? Hoe wij toch gestonden zo, man?
vogel, expres. Fluit zeker, Tobias. Nee, van alle pakken. Als je een goede fluit hebt, betekent dat je genoeg druk hebt. Hè? Hm. Nou, dit is Wim's trein. Mooie blauwe. Gaat hij ze ook even opstoken. En dan zie je zo weer. Doei! Nou jongens, we hebben problemen. Het onderdeeltje van Lok waar het betouw zit, dat onderdeeltje zijn we kwijt. Altijd een bak. Eén bak ellende op vier wielen. Ja, nee, die bovenste. Nou jongens, jullie kunnen nou echt goed zien wat een beetje pennetje wat hier zit. Wat ook hier. Die is eruit gelopen. Loop even naar de andere kant van dat ding. Dat kan ik het nog laten zien. Dit pennetje. Ben ik kwijt. Ik kan hem ook nergens meer vinden. Nou, jammer van de Vogel Express. Dit was weer de video. Alleen de pech met de vogel. Maar kan gebeuren. Hij hey daar, hè. Dom wel eerlijk, machinist. En dit was de vlog.